Dames en heren, jongens en meisjes, daar zijn we dan eindelijk. Jawel, 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 jullie hebben er lang op gewacht, maar daar ben ik dan ook. Vandaag is het tijd, het is tijd, de mooiste tijd, de mooiste handen. Oké, sorry. Het is vandaag tijd, lieve Hutschertjes, dat ik met het wereldteam van FC Roelie de Weekend League ga spelen. Vorige week heb ik het ook gedaan, toen had ik 19 wins, echt zo slecht. Maar toen had ik een slecht team, nu heb ik een goed team. Nou, oké, geen slecht team, maar ik had wel Langley. Ik had Langley, oké. Nu heb ik dit team en hiermee moet het toch lukken om top 100 te halen, of in ieder geval Elite 1. Denk ik. Ja, moet wel. Wat denken jullie mensen? Komt nu een polletje in beeld. Wat gaat het worden? Top 100. Elite 1. Silver 1. Laat het weten, laat het weten, laat het weten. En als je dan toch bezig bent met dingen voor mij aan het doen, abonneer ook op mijn kanaal. Doe even abonneren, doe even subscriben en like de video. Als we op deze video 12.500 likes halen, ga ik volgend weekend op Matty's account de Weekend League spelen. Moet ik nog wel even overleggen met Matty, maar kom wel goed. Ik nacht zijn PlayStation wel gewoon. Dus mensen, 12.500 likes en ik speel de Weekend League op Matty's account. Jawel. Maar laten we niet te lang wachten. We gaan meteen naar potje nummer 1. Oh, we komen tegen Ben Yedder. En Ben Yedder, die is altijd goed tegen mij. Voor de mensen die mijn andere Weekend League video's hebben gezien, Ben Yedder is altijd goed. Altijd slecht als ik tegen Ben Yedder aan het spelen ben. Waar leek dat op? Laat het achter in de comments. Maar we begonnen deze wedstrijd lekker. De eerste pot is altijd makkelijk. Clarence Seedorf, bam! 1-0. Heerlijk. Niks mis mee. Daarna komt Neymar met een heerlijke 2-0. Helemaal niks mis mee. En toen kwam de bal op Cruyff. Een goede McGee spin. En toen wilde ik hem door... Ja. Fluit de scheids ineens. Waar slaat dit op? Hij krijgt rood. Hij krijgt gewoon rood. Hoe is dit rood? Hoe kan dit een rode kaart zijn? Het is echt ongelooflijk. Daarna een absolute wereldgoal van Mbappé. Dat maakte 3-0. En daar zijn tegenstander klaar mee. Boom. Hij is weg. Ragequit nummer 1. Jongens, de Ragequit counter. Jawel, je ziet hem. Hij staat niet op 1. Hij gaat flink oplopen. Want ja, dat is altijd zo als je top 100 had. Oh, nu spoil ik gewoon wat ik haal. Axa, top blijven kijken voor de zekerheid. Potje 2 komen tegen een redelijk goed team. Met... Oh, nee, 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 nee. Kerstmis Sissoko. Wat baal ik dat ik hem niet heb. Dat was echt het beste van mijn leven geweest. In de tweede minuut, dit moet je even beseffen. Besef deze delay. Ik geef de bal op Mbappé. Ik wil schieten met MP. Ik schiet ook. Maar hij besluit gewoon nog een stap te zetten. En dan zo slecht te schieten. Oh, en hier wist ik al van. Dit wordt niet mijn pot. Dit wordt niet mijn pot. Maar ik ben natuurlijk wel de beste FIFA-speler van Nederland. Dus ook deze pot, dan moet je eigenlijk gewoon winnen. Er gebeurt eigenlijk, even kijken wat er allemaal precies gebeurt deze wedstrijd. Even links kijken, rechts kijken. Oh ja, helemaal niks. Er gebeurt helemaal niks. Want in de 70ste minuut scoort zijn Aguero de 1-0. Niet heel blij mee. Maar toen switch ik naar mijn aanvallende tactiek waar ik de opstelling nog niet veranderd had. Dus wat dat betekent is dat Frenkie de Jong in de spits staat bij de tactiek. Wat uiteindelijk een uitstekende keuze was. Want Frenkie scoort de 1-1. Lekker. Daarna verlenging. Hij heeft een aanval en... Dit is toch niet... Dit slaat... Hoe is dit nou een penalty? Ik raak toch de bal. Ik raak toch aan de bal. Dit is geen penalty. IE, luister. Dit is geen penalty. Jongen, 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 jongen. In ieder geval, hij scoort deze penalty. Maar dat is niet het ergste. Want daarna... Hij dept. Hij dept gewoon. Hij doet gewoon dabben. Wat een nare vent, joh. Gadverdamme. Maar uiteraard, jongens. Ik geef niet op. Ik doe er niet aan. En daar komt Ronaldo. En boem. Hoppakeetje. 2-2. Niks mis mee. En daarmee gaan we naar de penalties. Penalties. Jawel. Start de muziek maar. De eerste penalty met Sissoko. Ik time hem rood. En die bal gaat huizenver over. Hij scoort. Ik mis. Hij scoort weer. Ik mis weer. En hij scoort weer. Zo verliezen we 3-0 naar penalties. Ja, fantastisch gedaan. Ik ben zo trots op jou. We gaan 1-1 in de Weekend League. Oh mijn god. Wedstrijd nummer 3 komen we tegen een matig team. Echt, ja. Matig team die gewoon. We komen ook op 1-0 voor door Cruyff. Ja, ja, Jopie Cruyff, heerlijk. We scoorden de 1-1 met Morales. Zo'n random speler. Waarom heb je in godsnaam Morales in je team? Morales? Eventjes later, Virgil van Dijk die weigert gewoon naar de bal toe te lopen. Die denkt, ah, ik ben bang voor de bal ineens. Waar slaat dit op? Morales. 2-1 achter. En daarna, natuurlijk, het kan ook niet anders. Morales met ook de 3-1. Ik snap gewoon niet hoe dit kan. Ik snap het gewoon niet. Dan scoren we de 2-3 met Jopie Cruyff. Lekker. Iets later geeft hij een voorzet. En oh mijn god, wie staat er? Het kan ook niet. Het is Morales. Hij scoort gewoon 4 keer. 4 keer Morales. En echt waar, je gelooft het niet. Ook voor rust, Morales met de 2-5. Defense scoort 5 keer in een helft. 5 keer. Hij scoort ook op de 2-6. Dan schiet ik erna op de paal, maar in de rebound schiet ik hem binnen. En dit is echt wat mij, waar ik echt niet tegen kan. Kijk nou, die bal komt op Ronaldo. En kijk hoe hij de bal aanneemt. Hoe neem je de bal zo aan? Die Morales van hem schiet alles erin. En mijn Ronaldo neemt ballen zo aan. Dit kan toch niet? Wat een poepzooi. En uiteindelijk een voorzet die Morales binnenkomt. Morales scoort 6 keer tegen mij. 6 keer. Ik verlies. We gaan 1-2 in de Weekend League. Oh mijn god. Wedstrijd 4. Deze moest ik wel winnen. Anders ga ik 1-3. Dat kan echt niet. Een diepe bal op MLP. Die wil langs de keeper. En hoppakeetje. Pingel. Oh. 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 Mis. Ja, natuurlijk. Mis. Uiteraard mis. Daarna 1-0. Mbappé. Uitenspel. Ah. Jammer, jammer, jammer. Daarna 1-0. Mbappé. Ja, nu telt hij wel. Lekker zeg. Heerlijk goaltje. Scoren ook een 2-0 met Mbappé. Zo, wat een wereldgoal. Nee, nee, doe het dan niet. Doe het niet. Nee, niet doen. Niet doen. Yo mensen, leuk. En dan krijgen we weer een pingel tegen. Ik doe volgens mij niks, maar ja. Dit spel denkt er anders over. Oh, ook mis. Hoppakee. De 25e minuut, goede actie. Laat dat doorspelen.
Weer rood. Weer rood voor een random overtreding. Ik snap er helemaal niks meer van. Scoorde 3-0 met Cruijff. Dat is erg lekker. Hij scoorde op de 3-1. Daarna krijg ik nog een pingel. Nou, we gaan weer hoor. Oh, oh, oh. Mis, jawel. Ongelooflijk. Uit die redding krijgen we wel een corner. Oh, ja, goal. Ja, oké, okay, fantastisch. Wel uit de corner een goal, maar penalty homer. We winnen, we gaan 2-2, lekker. In pot nummer 5 komen we tegen iemand die 4-1-3-2 speelt. Dit heb ik echt nog nooit gezien. Wie speelt er zo? We komen in het midden van een absolute wereldgoal. Heerlijke combinatie, bij 1-0 voorsprong. Daarna Mbappé met een 2-0. Jopie Cruijff maakt de 3-0. En hij rage quit. De rage account staat op 2. En we gaan 3-2 in de Weekend League. Pot nummer 6. Ja, wel een prima team. Ja, wat kan je erover zeggen? Hij komt op 0-1 door Kroos. Kroos, hoe dan Kroos? Op 0-2 komt hij door Werner. Echt uitstekend gekeerd door Alisson. Fantastisch gedaan. We maken de 1-2 met Neymar. Maar we geven niet op. We kunnen deze wedstrijd gewoon winnen. Deze tegenstander was niet goed. In de allerlaatste minuut. Frenkie de Jong pakt de bal af. Spanning en sensatie. Spannende muziek. Zwarte balken. Hij rent, hij rent, hij rent. En hij ziet dat hij afspeelmogelijkheden heeft. Hij probeert te pasen, maar dat gaat niet goed. Hij komt langs een verdediger. Hij kan 1-1 met de keeper. Dit meen je niet. Hoe fluit je hier af? Hoe kan dit nou? Wat een spel. Ongelooflijk. Wedstrijd 7. Hij heeft lang... Oeh, en ook Sissoko. Wordt het toch nog lastig. Door een corner komen we op 1-0 door Virgil van Dijk. En even serieus, al die pingels die we tegenkrijgen. En hoe is dit dan geen pingel? Waarschijnlijk had de scheidsrechter ook door die een fout maakte. Want 2 minuten later kregen wij wel een pingel. Oh, goal! Ja! Ik scoor gewoon een penalty. Ongelooflijk. Mbappé scoorde 3-0. Hij scoorde nog de 3-1. Maar dat maakt helemaal niks meer uit. Want we scoren de 4-1 met Ronaldo. En de 5-1 met Cruijff. En daardoor winnen we deze pot. Gaan we 4-3 in de Weekend League. Oh, Elite 1, we komen. Nee, maar het was nu even tijd om even lekker die winstreek in te zetten. En daar gingen we ook goed mee door. Pot 8 kwamen we tegen Ben Yedder en Sissoko. Johan Cruijff met de 1-0. En toen was de tegenstander gelijk klaar. Maar hij rage quit. De rage count staat op 3. En we gaan 5-3. Pot 9. Weer tegen Ben Yedder. Is dat een nieuwe meta of zo? Mis ik hier iets? Door Jopie Cruijff kwam op 1-0 voor. En Mbappé scoorde 2-0. En nee. Doe het nou niet. Nee. Yo, oh. Mensen, leuk. Een mooie actie van Mbappé. En oh, weer een pingel. Oh, oh. Ja. Weer een goaltje. Helemaal niks mis mee. De naam Cruijff onze hat-trick. Helemaal prima. Meteen is dan een race quit. En we gaan 6-3. Race quit counter. Staat op 4. Pot nummer 10. We spelen toevallig tegen Ben Yedder. Komt 1-0 door Mbappé. Dan weer een corner. De licht 2-0. Ik weet niet eens wanneer corners weer werken. Maar het werkt blijkbaar goed. Komt op 3-0 door Neymar. Hij scoorde de 3-1. Maar dat maakt helemaal niks meer uit. We wonnen ook deze pot. En gaan 7-3 in de Weekend League. Een lekkere winstreek. Goed bezig, Koen. Lekker bezig. Wedstrijd 11. We komen niet tegen Ben Yedder in de spits. Oh, hij staat gewoon op het middenveld deze keer. We komen door Jopie Cruijff op 1-0. Hij is echt heel goed. Hij is echt heel goed. Jopie ook met de 2-0. Dan maken we de 2-1 met een mooie goal. Maar voor de rest verandert er niks meer. We winnen ook deze. 8-3. Nummer 12. Geen Ben Yedder. Het is ongelooflijk. Het is werkelijk waar ongelooflijk. En dan weet je, dit wordt een makkelijke pot. We komen 1-0 voor door Neymar. Helemaal niks mis mee. We maken de 1-1 met Dembele. Normale Dembele. Mat. Jij lacht altijd, maar hij scoort wel gewoon. Wel tegen mij. Dus dat is op zich niet heel knap. De 2-1 met Mbappé. Dan scoort hij de 2-2 met Messi. Ja, er werd flink gescoord deze wedstrijd. Ik scoorde 3-2 met Mbappé en de... Ja, ja mensen, leuk! Hij maakte 3-3 met Eden Hazard. Ja, dat hij überhaupt kan scoren vind ik al een wonder. En bij rust wel mooi, want we hebben allebei 3 schoten, 3 op goal. En het staat 3-3. We waren erg effectief. Dan scoorde ik de 4-3 met Cruijff. Erg lekker. De 5-3 met Ronaldo. En daarna Cristiano Ronaldo, zoals we hem kennen van vroeger. Met een ongelofelijke wereldactie. Prachtige actie. Geef hem voor op Johan Cruijff. En die schiet hem binnen. En dan staan we 6-3 voor. Meteen is dan een race quit. Race quit count staat op 5. En we gaan 9-3. Pot nummer 13. Hij heeft Ben en Sissoko. Dus ja, dat wordt gewoon pittig. Wordt gewoon pittig. Even serieus. Cruijff zorgt voor de 1-0. Erg lekker. Ben Yedder zorgt voor de 1-1. Iets minder lekker. Dan de 34e minuut schiet Mbappé op de paal. Ik heb trouwens ook een kleine paalcounter naast de racekit counter. Want volgens mij vanaf nu. Ik heb al iets eerder op de paal geschoten in pot 3 of zo. Maar die tel ik niet mee. Vanaf pot 13 gaan we even een paalcounter invullen. Want ik heb het gevoel dat ik echt niet normaal vaak op de paal heb geschoten. In ieder geval, dit was nummer 1. Dan Johan Cruijff in de verlenging met een enorme poeier. Ongelooflijk. Staan we 2-1 voor. Heerlijk. Daarna komt Ronaldo door. Hij schiet op de paal. Oh, en daarna op de lat. Wat de heck? Hoe kan dit nou? Nu heb ik een probleem. Ik had natuurlijk de paalcounter. Maar ik heb ook lat. Laten we het de Laal-counter noemen. Lat en paal. De Laal-counter staat nu op 3. We winnen deze pot trouwens wel. Dus we gaan nu 10-3 in de Weekend League. De dag erna wilde ik ook een potje gaan spelen. Dat was zaterdag. En Raoul zei tegen mij: Koen, ga dan niet overdag spelen op zaterdag. Doe het niet. Want dat kan niet. Dat is slecht. Nou, ik eigenwijs toch lekker spelen. Pot nummer 4. Toen kwamen we tegen Ben Yedder. We kwamen 1-0 voor door Mbappé. We kwamen ook 2-0 voor door Mbappé. En toen race ik er mee tegen. Dan zijn 6 in totaal. En dan gaan we 11-3. Dat ik van lekker. Dit gaat goed. En Raoul zei: nee, Koen, stop nou. Ik zei: nee, het gaat lekker. We kwamen de pot erna tegen Ben Yedder en die was meteen weg. Ik heb ook niet gescoord, dus deze wedstrijd had ik niet meer als ragequit. Die dacht gewoon van, ik
heb geen zin om tegen het team te spelen. En ik ben een nare vent dat ik niet even een eigen goalscore lief. Want voor mij maakt het weinig uit. En voor de anderen is het toch wel fijn. Nee. Zo iemand was het niet. Heel naar persoon. Ah, bababa. Pot nummer 5. Ik kwam tegen een oké team. We kwamen op 1-0 voor de Jopie. Toen werd het 1-1 door Harit. Ja, Harit. We kwamen op 1-2 achter door Harit. Ja, Harit. Toen kwamen we op 2-2. Dat was lekker. Door Ronaldo. Toen maakte hij de 3-2 met Bailey. En dacht van, ah, nu heb ik wel een probleem. Aangezien de pot bijna klaar is. Maar we maakten al vrij snel. Maakten ze de 3-3 met Jopie Cruijff. Dat was erg lekker. En toen in de allerlaatste minuut. Oh, kwam de Harit. En Harit scoort. Ongelooflijk. Ongelooflijk. We verliezen. We gaan 11-4. En de pot was zoveel delay. En toen dacht ik van, oké, ik ga nu even niet meer spelen. Alle potjes door naar de volgende dag. Ik had moeten luisteren naar de Big FC Rooley. Pot nummer 16. Jawel. We kwamen opnieuw tegen Ben Yedder. Maar ook tegen Langley. Dus op zich is het makkelijk, maar ook niet makkelijk. We kwamen 0-1 achter door Firmino. Op 1-1 kwamen wij door Mbappé. Toen ja, scoorde hij binnenkant paal. 1-2 met iconen. Iconen. En hij scoorde ook nog eens de 1-3. En daardoor verloren we deze wedstrijd. En dan gaan we 11-5. Wedstrijd nummer 17 kwamen we tegen een oké team. We kwamen op 1-0 voor door Cruijff. En 2-0 door Mbappé. 2-0. Ja, mensen. Hij ragequit. 7 ragequits. We gaan 12-5. Pot 18 komen we tegen Kuko. Mijn held. Mijn Kuko. 1-0 Mbappé. Jammer. Daarna op de paal geschoten door Frenkie de Jong. Maar uit de rebound komt het 2-0. Maar de counter staat nu wel op 4. De Lao counter. Hij scoorde na de 2-1. Wij scoorden 3-1 met Jopie. De 4-1 met Ronna. En dan een ragequit deze man ook. Hebben we 8 ragequits. Gaan we 13-5. Pot nummer 19. Hij heeft Langley. Dat is een easy win. Neymar scoort de 1-0. Hij ragequit. 9 ragequits. We gaan 14-5. Echt Elite 2. We komen. Pot 20. Met deze dan heeft Sissoko. We komen op 1-0 voor door Jopie Cruijff. Erg lekker. We maakten de 1-1 met Mahrez. Daarna schiet Jopie Cruijff op de paal. De count staat nu op 5. En hij gaat nog zeker oplopen, kan ik je vertellen. Hij scoorde 1-2 met Royce. Ik scoorde 2-2 met Jopie Cruijff. Hij scoorde 2-3 met Kante. Kante. Hoe dan? Hij scoorde 2-4 met Mahrez. Binnenkant paal. Nice. We komen daarna door met Leen Henry. Paal. Weer paal. Counter op 6. Dan krijg ik een volledige terechte pingel tegen. Ja, volledig terecht. Oh ja, hij scoort gewoon. Hij scoort hem. Daarna scoor ik nog wel de 3-5, maar we verliezen. We gaan 14-6. Elite 3, we komen. Pot 21. Prima team. Neymar scoort de 1-0. Hij ragequit. 10 ragequits. We gaan 15-6. Pot nummer 22. Erg goed team, moet ik zeggen. Ben ik gewoon eerlijk in. We komen door Ronaldo op een 1-0 voorsprong. In 13 minuten schiet Ronna. Ja, op de paal. Maar een soort van rebound. Die gaat er wel in door Mbappé. Daar staan we 2-0 voor. De count staat nu wel op 7. 7 keer paal of lat. In de afgelopen paar wedstrijden. Hij scoorde 2 met Ben Yedder. In de 70 minuten ook schot van Mbappé. Paal. De count staat nu op 8. 8. Ik krijg er helemaal rare stem van. Hij scoorde 2-2 met Werner. Echt zo'n poepzacht schot. Hoe gaat het erin? En dan komen er weer pingels. Jawel. De loterij. We zijn er weer. En we beginnen. Oh, goal. Jawel. 1-0. Lekker hoor. Niks mis mee. Dan komt mijn tegenstander. Oh, mis. Hij mist hem gewoon. Oké, dan kom ik weer. Oh, goaltje. Ja. Lekker. Dan komt mijn tegenstander. Oh, ook een goal. Ja, dat is jammer. Ja, waarom doe ik hoop aan mijn tegenstander? Ja, niet heel leuk. Staat nu 2-1. Daarna mis ik. Koort hij. Mis ik. Koort hij. En time ik hem rood. Mis ik weer. Verlies ik alsnog. Fantastisch. I love penalties. We gaan 15-7. Ik mag geen pot meer verliezen om Elite te halen, mensen. Easy. Wedstrijd 23. Ja, deze moet ik gewoon winnen. Maakt niet uit wat zijn team is. Ik moet gewoon winnen. Een prachtige aanval. Cruijff hier rent langs de keeper. En dan denk ik van, dit is een goal. Maar dan time ik hem rood. Ja. En dan zit ik hem naast voor open goal. Fantastisch gedaan. Daarna een voorzet van Mbappé op Ronaldo. Paal. Jawel. Nummer 9 op de counter. Dat scoort hij de 0-1 met Martial. Wij scoren de 1-1 met de licht. Ja, met de licht. Ja, uit de corner. Maar niet de kopbal. Een schot gewoon. En we scoren de 2 met Neymar. De tegenstander ragequit. Ragequit nummer 11. En we gaan 16-7. Wedstrijd 24. We komen tegen Ben Yedder. We komen 0-1 de achterstand door Raul. Pijnlijk dat Raul scoort tegen, ja, het account van Raul. In de 30e minuut Mbappé met een goede actie. Paal. Weer paal. Nummer 10 inmiddels. Cruijff scoort daarna wel gelukkig de 1-1. Maar dit geeft me echt ultras noemen. Echt wat hier gebeurt. Ik zit er zeg maar tussen met mijn speler. En dan komt de bal perfect voor zijn voeten. Draait een soort van uit te draaien. Zit hij zo over mijn keeper heen binnen. Echt ongelooflijk. Ik verlies deze wedstrijd. Gaan we 16-8. Ik kan geen elite meer halen, mensen. Het is droevig. Maar ga ik goud 1 wel halen? Daar gaan we nu achter komen. Wedstrijd 25 komen we weer tegen Ben Yedder. We komen op 1-0 achter. Helaas. Dan komen we ook op 2-0 achter door Ben Yedder. Dan komt Cruijff door en die schiet al op de lat. Ja, 11. De count staat nu op 11, mensen. 11 keer paal of lat. Dan scoort hij de 3-0. En Mbappé kan nog wel de 3-1 scoren. Maar het mag niet meer baten. We verliezen. We gaan 16-9. Ik moet er 4 winnen. Ik mag er nog maar 1 verliezen. Poeh. In de pot daarna kom ik in een goud team. Dit zijn gewoon nu de teams waar ik tegenkom, mensen. Die zijn zo slecht. Ik moet dit winnen. Kom ook 1-0 voor door Ronaldo. En een racequit gelijk. 12 racequits. Erg lekker. En we gaan 17-9. In pot 27 komen we tegen Langley. En Mbappé scoort de 1-0. Want deze is dan een racequit. 13 racequits. 18-9. Pot 28 komen we tegen Kersti Sokko. Ja, dan weet je al. Die gaat niet goed. We komen 0-1 achter door Butragueño. Dan komen we 0-2 achter door Neymar. Mooi doelpunt. We scoren de 1-2 met Mbappé. Maar hij scoort de 1-3 met Messi. En daardoor verliezen we deze wedstrijd. Dan gaan we 18-10. We moeten de laatste twee potten winnen om nog goud 1 te halen. Ik wil graag spannende muziek.
Dank u. Tot 29, komen tegen Ben Yedder. En onder andere ook Jeroen de Heer, De Bruin. We komen op 1-0 voor door Jopie Kruijf. Wel een goed doelpunt, lekker. We komen ook 2-0 voor door Kylian. Nee, Koen. Je zit net in die spannende vibe. Hey, Ragequit. Ragequit nummer 14. En we gaan 19 om 10. Zeg wat, bijna elke pot die ik win, Ragequit mijn tegenstander. Maar in 5 potten is mijn tegenstander niet geragequit als ik voorsta. Ongelooflijk. Maar in ieder geval, mensen, het ging allemaal om die allerlaatste wedstrijd. De muziek wordt spannender. Nog spannender. Ultra spannend. En dit is de pot waar alles van af. Jezus, hoe kom ik tegen zo'n team ineens? Ik ga hartstikke slecht. Ik ga 19 om 10. Waar slaat dit op? Ongelooflijk. Oh. We komen ook op 0-1 achter door Gullit. En ik dacht van, dit gaat niet goed. Maar ik moest niet opgeven. Ik moest Raoul niet teleurstellen. Dus ik moest die goud 1 halen. Mijn mindset moest anders. En zo werd het dan ook 1-1 door Jopie Cruijff. En daar bleef het niet bij. We scoorden de 2-1 met Mbappé. En daarna binnenkant paal. Alles komt bij 1. Mbappé met de 3-1. Ongelooflijk. Deze tellen we niet mee met de paal. Lat ding. Want deze gaat er gewoon in. Dus ja, boeien. Mijn tegenstander Ragequit. 15 Ragequits. En we gaan 20 op 10. We hebben goud 1 behaald, mensen. Yes. Fantastisch. Ik hoop jullie deze video leuk vonden. Vond je deze video leuk? Doe zeker een duimpje omhoog. Bij 12.500 likes. Ga ik volgende week op Matt's account spelen. Die een nog beter team heeft volgens mij. Nou, dan moet ik echt zeker elite halen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En abonneer op mijn kanaal. De groeten. Holy shit, echt mijn oren doen nog pijn. En mijn tuin was of beat een beetje vals in het refrein. Maar zo is het wel begonnen. Beetje jong en onbezonnen. Zit er snel voor op FIFA en ging onderweg en tonnen. Wauw. Je ziet mijn haar en je denkt daar komt het dubbel in. Hoe noem je het als Pino klaarkomt? Sesamzaad. Niet sesamstraat, maar sesamzaad. Oké, doei.